van erfpacht naar eigendom. Dus van onzekerheid naar zekerheid. Daar willen wij nu naartoe. Dit zegt Rob Kentzebeel, voorzitter van de vereniging Grond van Oudu, in een gesprek met onze nieuwsdienst. De vereniging heeft vorige maand de introductie gedaan van een sociaal-maatschappelijke actie die behoeftigen in de samenleving aan een stuk grond zou helpen. Na de introductie is de organisatie bestookt met heel wat kritische vragen. Dit is de reden waarom de vereniging er goed over heeft nagedacht en daarna heeft besloten over te stappen van erfpacht naar eigendomspercelen, zegt Kentzebeel. Het motto van de vereniging blijft echter hetzelfde. Grond di Alasma. Belangstellenden zullen nu een lage aanbetaling doen, zegt de voorzitter. We zijn dus aan het kijken naar om mensen een eigendomsperceel aan te bieden. Van 400 vierkante meter nog steeds. En de 400 vierkante meter zou dan €750 of 6900 SED moeten gaan kosten als een aanbetaling. Ja. En u mag dan in principe over een periode van 30 jaar in euro's €20 per maand of in SED's €185 SED mag u dus afbetalen. Rentevrij en boetevrij. Dit project zal helaas alleen maar werken met een groot aantal leden. En het is ook de bedoeling dat we een groot aantal leden vergaren. Reden waarom, we willen namelijk komen tot het oprichten van een nieuwe gemeenschap in Suriname. Het mag klein zijn in het begin en zich natuurlijk op een gegeven moment ontwikkelen en uitgroeien. Maar dat is wel de bedoeling om ook aan de hand daarvan de decentralisatie in de hand te werken. Om dus de mensen van de stad, Paramaribo, om een nieuwe gemeenschap te creëren. Kentzebeel zegt verder dat het streven nu is binnen 6 maanden meer dan 10.000 leden te werven. Op de vraag als mensen niet ongeduldig zullen raken door het lange wachten, zegt de voorzitter dat mensen geduld hebben, omdat ze weten dat het een groot project is. Wanneer er een genoeg aantal leden zijn, neem een contact op met de mensen en dan gaat het project van start. En daar hebben we dus nu 6 maanden voor uitgetrokken. Want dit project werkt simpelweg niet met 100 mensen, ook niet met 1000. We ogen om een gebied in ontwikkeling te brengen. En ik weet niet of u Brasilia kent in Brazilië. Brasilia is in principe een stad die binnen een aantal jaren in principe is opgericht. Ik heb het geloof dat het in Suriname ook kan. De registraties komen ook nu, dat we aan het praten zijn, binnen om mijn telefoon. Dus met andere woorden, de mensen hebben geduld. Want ze snappen het. Ze begrijpen natuurlijk dat het een gigantisch project is. Het is niet een project wat zeg maar, morgen er opeens staat. We moeten kijken naar de toekomst. We moeten niet meer zeg maar, kort termijn denken. We moeten gewoon kijken naar de toekomst. 2, 3, 5, wellicht 10 jaar in de toekomst. Om dus dat tot stand te brengen. Als het aan mij ligt, begin ik morgen al. Maar de leden moeten zich natuurlijk wel aanmelden. Ja, want zonder leden ben je nergens. Alus Rob Kentzebeel, voorzitter van de vereniging Grond van Oudu. Hij sprak vanmorgen over de wijziging die de vereniging heeft gepleegd door over te stappen van erfpacht naar eigendom.